Zonder condoom is echt wel eens heavier. Het is echt zwaar. Elke man wil niet binnen 5 minuten klaar zijn. Dat wil je gewoon niet. Nou, bij mij is dat zo gemiddeld 5 seconden. Dan voel je je slecht de rest van de dag. En, nee, dan ga je er daarna nog een keer in. En dan zorg je ervoor dat het langer duurt. Het is de week van de lentekriebels. De tijd om kinderen alles te leren over de bloemetjes en de bijtjes. Maar wat weten we daar zelf eigenlijk over? Ja, genoeg hoop ik. Ik mag hopen best wel goed inmiddels. Ja, wel aardig op het hoogte, denk ik. Hoor veel, zie veel. Ik kom wel wat tegen onderweg. We hebben sinds kort ontdekt dat de clitoris bijvoorbeeld veel groter is dan wat we eerst eigenlijk dachten. Het is niet een heel klein bobbeltje, maar het loopt veel verder naar binnen door. Dus hoe het precies staat met de kennis weten we niet. Nou, dat gaan we uitzoeken dan. Ja, succes. De gemiddelde lengte van een man. De gemiddelde lengte van een man. Wow. Welke lengte bedoelen we? Is het een courgette? Is het een snoepkomkommer? Is het een augurk? Ik denk dat het 2 snoepkomkommers is. 14 centimeter geloof ik, zoiets. 14 centimeter maar. Ben je nou aan het opscheppen of ben je echt verbaasd? Ja, hartstikke aan het opscheppen. Nee, ik ben verbaasd wel een beetje. Ik hoop een wortel voor de meeste mensen. Het gemiddelde formaat is een snoepkomkommer. Snoepkomkommer. Een snoepkomkommer? Hoe groot is een snoepkomkommer? Nou, niet meer dan dit, gast. Dat is nou ook niet veel. Hoe vaak doet de gemiddelde Nederlander het per maand? Per maand? 5 keer. 20 keer. Ik hoop meer. Gemiddeld doen de Nederlanders het 3 keer per maand. Dat is nou ook sneu. Tijdens een one-night stand, hoeveel procent van de mannen gebruikt een condoom? Bijna geen. Nee. Daar hebben ze scheid aan meestal. 80%? Ik hoop het, maar ik denk dat het minder is. Ja, vooral bij een one-night stand, dan denk je daar niet even aan. Ik denk dat het er ook van afhangt of ze nuchter zijn of niet. 42%. Ik kan wel beter. Hoe snel tijdens de seks komt hij klaar, gemiddeld? 15 minuten. Nou, bij mij is dat zo gemiddeld 5 seconden. Soms even zoekdagen. Een kwartiertje, half uurtje. Ja. En als je met condoom doet, uurtje. Ja, echt. 5 minuten. Denk precies het goede antwoord. Ja. Is dat een hele goede schatting of is dat uit ervaring? Ja, ook wel gedeeltelijk ervaring. Daar kunnen mannen nog wel wat van leren dan. Ja. 5 minuten? 5 minuten? Ja, ik hoor steeds meer dingen van Nederland. En dan 3-4 keer per maand. Kom. Doe je best om het gemiddelde een beetje op te krikken dan. Hè? Ga ik doen, man. De jeugd, we moeten het gaan maken. Ons hangt het. Wij moeten de wereld bouwen. Doe het veilig, doe het goed en doe het lekker.